Welkom bij deze video over krachten. Ik ga het in deze video hebben over de eerste wet van Newton. Daarna ga ik het hebben over normaalkracht. Ik leg uit wat het begrip traagheid betekent. En ik geef nog een voorbeeldsom waarin ik die eerste wet van Newton ga toepassen. Allereerst, je fietst naar school met een constante snelheid en je moet blijven trappen op de pedalen om vooruit te komen. Want wat zou er gebeuren als je stopt met trappen? Nou, dat is logisch, dan rem je af. Je snelheid verandert en je gaat steeds langzamer vooruit. Hoe zou dat dan komen? Dat komt omdat er altijd weerstandskrachten zijn. En weerstandskrachten werken jouw beweging tegen. In dit geval is het natuurlijk luchtweerstand, want er is als het ware een beetje wind die jou tegenhoudt. En er is rolweerstand, want jouw wielen rollen over de grond. Beide krachten zijn tegen jouw beweging ingericht en die remmen jouw beweging af. Als je zou stoppen met trappen, dan ga jouw snelheid dus langzaam maar zeker terug naar 0 meter per seconde. Wat zou nou gebeuren als je harder gaat trappen? Als je harder trapt, dan lever je meer voortstuwende kracht dan er tegenwerkende krachten zijn. Dus dan gaat jouw snelheid omhoog. Jij gaat harder vooruit. Wat zou er nou gebeuren als je met constante kracht verder blijft gaan? Als je met constante kracht op je pedalen blijft trappen. Dan ga je niet harder vooruit. Je gaat ook niet langzamer vooruit. Je gaat met een constante snelheid verder. Onthoud dit. Dit is een belangrijk resultaat. Nou, bijvoorbeeld werken vaak meerdere krachten, zoals je eerder al hebt geleerd. En als je alle krachten bij elkaar optelt, dan houd je één kracht over. En die kracht noemen we netto-kracht. Soms wordt hij ook wel resulterende kracht of somkracht genoemd. Laat je daardoor niet in verwarring brengen, het betekent namelijk allemaal hetzelfde. En als we nog eventjes teruggaan naar die situatie van die fietser van net. Hieronder zie je nu op de presentatie die krachten die op de fietser werken. Je hebt een voortstuwende kracht, FV. Je hebt luchtweerstand, dat is F lucht. En bij beide wielen werkt er een rolweerstand, F rol. En als die fietser dus een constante snelheid heeft, dan verandert zijn trapkracht niet. Nou, nu is er een hele belangrijke wet in de natuurkunde en dat is de eerste wet van Newton. En die luidt als volgt. Als de netto-kracht op een voorwerp gelijk is aan 0 Newton, dan beweegt een voorwerp met een constante snelheid. En dat betekent dus dat als je alle krachten bij elkaar optelt en je houdt 0 Newton over, dan is de snelheid waarmee je beweegt constant. Of omgekeerd, mag ook. Als de snelheid van een voorwerp constant is, dan moet dus wel de netto-kracht op dat voorwerp 0 newton zijn. Nou, dit hoef je niet zo te onthouden. Het is veel handiger als je het in formulevorm onthoudt. En die luidt als volgt. In formulevorm zeg je, als sigma F is 0 newton, dan is V constant. Wat staat er nu? Sigma betekent de optelsom van, in dit geval de optelsom van de krachten. Als die gelijk is aan 0 newton, dan is dus de netto-kracht ook gelijk aan 0 newton. Dan is dus de snelheid constant. Je staat stil. Welke kracht werkt er op jou? Nou, waarschijnlijk weet je het wel, de zwaartekracht werkt op jou. Kan dit dus nu de enige kracht zijn die op jou werkt? Het antwoord is nee. Want als dit de enige kracht is die op jou werkt, dan is dit de netto-kracht. Maar je staat stil. Je snelheid is constant. En dat moet betekenen dat er een even grote kracht is omhoog gericht, die de zwaartekracht als het ware opheft. Nou, dat is de normaalkracht. Normaalkracht is de kracht die de ondergrond op een voorwerp uitoefent. En deze kracht staat altijd loodrecht op de ondergrond. Belangrijk. Dat betekent dus in dit geval, waar wordt die kracht uitgeoefend? Dat is bij de voeten natuurlijk. En die twee krachten samen, twee keer die Fn, de normaalkracht, moet opgeteld even groot zijn als de zwaartekracht. Maar ze werken in tegenovergestelde richting. Dat kun je ook als volgt noteren, dat heb ik je ook al wel eerder geleerd. Sigma F met een pijltje naar boven en een plusje, dat betekent alle krachten die naar boven werken zijn positief. Je had ook andersom mogen kiezen, dat maakt niet zoveel uit. En dan staat dus nu in dit geval, is Fn, de normaalkracht, plus nog een keer Fn, min de zwaartekracht, is gelijk aan 0 newton. Want het voorwerp staat stil, of jij staat stil, en dat betekent dus dat de netto-kracht gelijk moet zijn aan 0 newton. Dus nogmaals, wat staat hier? Sigma betekent som van de. Er staat hier dus som van de krachten. En met het pijltje en het plusje geef je aan in welke richting de krachten positief zijn. Als jij nou dat pijltje de andere kant op had getekend, had je op hetzelfde resultaat uitgekomen. En dat is een aardige oefening voor jezelf om eens te proberen. Stel je voor, je staat in een rijdende tram en ineens remt de tram met een grote vertraging. Een hele grote vertraging. Wat gebeurt er met jou? Nou, als je je niet goed had vastgehouden, dan schiet jij naar voren. Hoe zou dat nou komen? Nou, dat heeft alles te maken met het begrip traagheid. Traagheid van een voorwerp hangt af van de massa. Hoe groter de massa, hoe meer kracht er voor nodig is om de snelheid van een voorwerp te veranderen. Nou, aangezien jij in die tram stond, had jij op dat moment dezelfde snelheid als de tram. En omdat die tram vervolgens snel afremt, heb jij nog niet genoeg tijd gehad om daarop te reageren. En jij schiet dus nog vooruit. Jij gaat nog verder met die snelheid waarmee die tram een fractie van een seconde eerder reed.
En dat betekent dus dat je een bepaalde traagheid hebt. Je hebt eventjes tijd nodig om te reageren op die snelheidsverandering. Tot slot nog een voorbeeldsom. De fietser uit onderstaande afbeelding, die fietst met een constante snelheid, dat is een belangrijk gegeven. De voortstuwende kracht die hij levert is 28 newton en de rolweerstand is per wiel gelijk aan 3 newton. Hoe groot is allereerst de luchtweerstand die op de fietser werkt? En bij vraag B, hoe groot is de nettokracht op het moment dat die fietser stopt met trappen? Allereerst vraag A. Dit kun je gaan oplossen met zo'n vergelijking sigma F. Ik kies er in dit geval voor het pijltje naar rechts is positief. Dat is gelijk aan de nettokracht, en dat is dus de voortstuwende kracht, want die werkt naar rechts, dus die is positief, min de luchtweerstand en min 2 keer de rolweerstand. Dit ga ik invullen en als ik de getallen invul in deze vergelijking, dan staat er F netto is 0. Waarom? Nou, dat heeft te maken met de snelheid van die fietsen, die is constant. En zoals je net hebt geleerd met die eerste wet van Newton, geldt bij constante snelheid dat de nettokracht 0 is. Is dus gelijk aan de voortstuwende kracht, die was 28, min de luchtweerstand, die moet je gaan berekenen, min 2 keer de rolweerstand, min 2 keer 3. Verder uitwerken, je ziet de regel inmiddels op de presentatie. En als je nog een stapje verder uitwerkt, dan staat er eigenlijk 0 is 22 min de luchtweerstand. Hoe groot is dus de luchtweerstand om hier 0 uit te krijgen? Ja, dat is niet heel moeilijk meer, 22 newton. Dus de luchtweerstand is in dit geval 22 newton. Vraag B, hoe groot is de nettokracht op het moment dat de fietser stopt met trappen? Nou, als hij stopt met trappen, dan valt de voortstuwende kracht weg. Dus die ga ik weghalen uit het plaatje. Dan blijven er alleen nog maar weerstandskrachten over. En het gevolg is natuurlijk dat die fietser zal afremmen. Maar dat is niet de vraag. De vraag is hoe groot is de nettokracht? Nou, die nettokracht kunnen we nu gaan berekenen. Sigma F, en in dit geval kies ik ervoor om alle krachten naar links positief te nemen. Is natuurlijk gelijk aan de nettokracht, want alle krachten opgeteld, dan hou je één kracht over. En dat is de nettokracht. Is gelijk in dit geval aan de luchtkracht, de luchtweerstand, plus 2 keer de rolweerstand. Plus, want ze werken allemaal naar links deze krachten. Er zijn geen krachten die naar rechts werken. Invullen van de getallen. We wisten al dat de luchtweerstand 22 newton was en de rolweerstand was 3 newton. Natuurlijk 2 keer, want je hebt 2 wielen. En daaruit volgt dat de totale nettokracht, alle krachten bij elkaar opgeteld, gelijk is aan 28 newton. Nou, als er wel sprake is van een nettokracht, dus de nettokracht is niet gelijk aan 0, maar is een positief getal, dan verandert de snelheid van een beweging. En dat wordt niet meer beschreven met de eerste wet van Newton, maar met de tweede wet van Newton. En dat is precies waar ik het in de volgende video over wil gaan hebben.